Coach, laten we meteen met de deur in huis vallen. Zijn we klaar voor ja, de laatste wedstrijd van 2023? Nou ja, je kunt duizend keer zeggen dat je klaar bent. We hebben ons uh, goed, uh, goed voorbereid met een goede focus, uh, goede intensiteit. Maar het is belangrijker om het, uh, om het morgen te tonen met, uh, met daden. Ja, Serijn beleefde niet meteen degene ronde waarop ze gehoopt hadden, denk ik. Maar ja, ze zeggen altijd: een gewond dier is soms op zijn gevaarlijkst. Ja, maar goed, we weten uh, hoe moeilijk het is hè, om uh, als je uit uh, 1 A zakt en, uh, en dan direct terug wilt keren. En, en Serrain toont dat. We hebben dat op momenten ook al, uh, ook al gehad. Maar tegelijkertijd hebben we ook de bescheidenheid en het besef ook dat, dat elke ploeg tegen elke ploeg kan winnen in deze reeks. Dat is al voldoende bewezen in het verleden. En uh, Serrain heeft het vorige week nog eens uh, bewezen tegen Lommel door het puntje wat ze gepakt hebben, dat is ook uh, toploegen uh, aan kunnen. Dus we moeten gewoon uh, zorgen dat we scherp zijn, zorgen dat we klaar zijn en zorgen dat we de drie punten pakken. Ja, daarna volgt de winterbreek. Is het belangrijk voor jou en mijn gevolg voor de club om als leider die break in te gaan of, of niet per se? Het is belangrijk om, uh, om als leider te eindigen. Dat is, uh, dat is heel belangrijk. Maar het is heel belangrijk morgen om uh, de drie punten thuis te houden. En ik denk dat daar uh, voldoende redenen voor zijn. Maar een eerste is, uh, is omdat we echt een uh, stevige thuisreputatie willen opbouwen. En dat is vooralsnog uh, niet gelukt. Maar, uh, we blijven, daar, uh, we blijven daar keihard aan werken. en We zijn er ook uh, morgen weer op gebrand om voor eigen fans uh, gewoon een sterke prestatie neer te zetten. En deze keer die ook, uh, die ook om te zetten in een overwinning. Ik denk dat die sterke prestaties tegen oost al zijn geweest uh, tijdens de eerste helft, bijvoorbeeld. Alleen het verschil met, uh, met die match en met de match van morgen moet zijn dat we de tegenstrijder bij de keel grijpen. En dan, ook, uh, en dan ook op de juiste momenten killen, zodanig dat we het onszelf moeilijker, uh, gemakkelijker maken. En als het niet zo is en je komt toch op achterstand, zoals bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Dijnsen, dat we ook zowel in de wedstrijd tegen Dijnsen dan de tweede helft terugvechten en op en over de tegenstrever gaan. Maar nogmaals, het allerbelangrijkste is de drie punten thuis houden. En die leidersplaats is een gevolg daarvan, want we staan op vandaag eerste. Dus als we na het weekend nog eerste staan, betekent het dat we, dat we de thuisoverwinning gepakt hebben. Maar de thuisoverwinning aan zich is voor mij veel belangrijker dan die eerste plaats. Ja, wij wonnen op Liefje. Je zegt het daarnet ook: Serijn pakt een punt tegen Lommel. Welke wedstrijd verwacht je vrijdag? Ik verwacht een wedstrijd waarin ik, uh, waarin ik onze tegenstrijd bij de keel wil zien uh, grijpen. Vanaf, uh, vanaf de eerste seconde. Waarin we goede combinaties op de mat brengen zoals we dat kunnen en al getoond hebben in het, uh, in het verleden. Dat we gewoon ons best mogelijke voetbal brengen, offensief en, uh, en defensief. En nogmaals, dat we, dat we killen op de juiste momenten en dat we onszelf belonen voor de prestatie die we, die we op de mat uh, leggen. Maar ik hoop dat we morgen uh, in de laatste wedstrijd van het jaar alles kunnen bundelen en dat alles eens samenvalt. En dat we een uh, grandioze thuis, uh, thuiswedstrijd beleven. Oké, okay, dankjewel en succes. Okay.